volgende avond waren we weer op Schiphol. Alle ministers waren er ook om afscheid te nemen van minister-president Drees voor zijn vertrek naar Indonesië. Met dokter Drees gaat onder andere mee de heer Blom van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeurs van België, Frankrijk en Canada gaven van hun belangstelling blijk. Minister Drees legde de volgende verklaring af. Het is niet mijn bedoeling voor lange tijd te gaan, omdat ook hier vele belangrijke beslissingen moeten worden genomen, zodat ik wil proberen zo snel mogelijk terug te komen. Het eerste doel van ons bezoek is om in Batavia de hele toestand te bespreken zoals die is onder de tegenwoordige moeilijke omstandigheden. Op kritieke ogenblikken in de ontwikkeling in Indonesië hebben we altijd gepoogd om een goede onderlinge verstandhouding en een juist begrip en een volkomen overeenstemming tussen Den Haag en Batavia te bereiken, ook door persoonlijk contact. Op dit ogenblik zou het echter voor de hoge vertegenwoordiger van de kroon nog moeilijker zijn Batavia te verlaten dan het voor mij is om uit Den Haag weg te gaan. De belangrijkste doeleinden die wij voor ogen moeten houden zijn naar mijn mening ten eerste de vorming van een volledige Indonesische interimregering die werkelijk kan worden beschouwd als representatief voor geheel Indonesië. Ten tweede de voorbereiding voor de vorming zo spoedig mogelijk van de Verenigde Staten van Indonesië, waaraan we onze soevereiniteit zullen kunnen overdragen. Voor dit doel zullen binnen afzienbare tijd vrije verkiezingen moeten worden gehouden die voor verschillende punten beslissend zullen zijn. De journalisten vuurden nog een aantal vragen op dokter Drees af, die aan zijn verklaring echter niets had toe te voegen. De volgende morgen vroeg vertrok de minister-president naar Indonesië.